4-1 overwinning op Jong PSV voor de Graafschap, Mike Snoei. De deur van de persconferentie zat al dicht. Heb ik nog iets spannends gemist? Nee, want het was niet zo spannend vandaag. Misschien omdat je even 1-0 achterkomt. Op het moment dat we misschien wel het beste gedeelte van de wedstrijd hadden afgesloten, het eerste kwartier, vond ik ons enorm goed beginnen. Bal op de lat van Branco, 2 kopballen van Ralf Zeuntjes, prima aanvallen. En dan vervolgens schrikken we even, omdat we dan 1-0 achterkomen. Beoordeelde jij die tegengoal uit het niets eigenlijk door een foutje van Ted van der Pavert? Ja, en die ik ook niet zo goed vond beginnen. Dus hij begon wat onrustig. En dat ben ik niet van Ted gewend. Maar hij loopt een klein beetje met zijn fitheid een beetje te rommelen. Dan weer net fit genoeg om te starten. Maar je ziet dan ook wel aan hem dat hij vandaag niet lekker begint. In de passing niet, in het wenden, draaien, keren niet. Dus dat vind ik jammer, want ik vind Ted altijd waanzinnig betrouwbaar. Je wisselt hem dan ook in de pauze voor Van Heertum. Is dat ook even prikkelen? Nee, want dat last van zijn rug. Hij lag ook meteen op die tafel. Maar dan ga ik niet staan wachten of het allemaal dan wel gaat lukken. Ik had al gewoon met de voorkennis die ik had, hoe die de laatste dagen zich voelde, had ik al voorgenomen, want ik liet Jasper al voor de rust warm lopen. Die ga ik wisselen. Er moet een fittere jongen op die plek komen. En voor de rest niks bijzonders. Dat is voetbal. Maak je je zorgen na die 0-1, want het stond snel 2-1 van Michum die 1-1 maakt? Nee, geen moment. En dat is geen hoogmoed. Dat is gewoon, als je gewoon het wedstrijdverloop zag, met name dat eerste kwartier, dan is het alleen maar heel erg jammer dat Ralf niet even die mooie bal binnen knikt, die de keeper eruit ranselde. Branco die op een andere rol had vandaag achter de bal om al die aanvallers in stelling te brengen. Die vrije trap niet binnenschiet, komt dan onderkant lat eruit. Dus ik had daar wel gewoon een rustig gevoel over. Het wordt uiteindelijk 4-1. Ik denk dat het publiek daar goed mee kan leven. Vind jij toch dat er meer doelpunten gemaakt hadden moeten worden in de tweede helft? Want het kan ook maar zo 6-7-1 staan. Ja, ik werd zelf net wat getemperd. Maar ik denk zelf wel dat het eigenlijk wel had gemoeten. Maar kom op, 4 goals. Vervelend, die ene tegengoal. Hidden nog 1-2 momentjes dat hij er staat. Maar daar is de keeper voor. Maar wij hadden wel ik zie Van Huizen voor de keeper die bal naast koppen. Jordi afgekeurde goal. Dus er had wel wat meer ingezeten. Cambuur wint ook. Dat blijft jullie grootste concurrent. Jullie blijven volgen op 3 punten. Ja, steken er toch eigenlijk wel jullie twee met kop en schouders dit seizoen bovenuit, hè? Ja, en ik las ergens dat Cambuur niet bijzonder of overdreven had geïnvesteerd. Nou, die hebben gewoon een hele grote, brede selectie. Met allemaal hele goede spelers. En terecht met ons dat aan het uitknokken zijn op dit ogenblik. Dus daar lopen wel een paar aardige jongens in. Want als je nou Hoedemaker of Jacobs neemt, dat waren vorig jaar al zelfs hele leuke spelers bij Jong AZ. Dus we zijn aan elkaar gewaagd. Andere ploegen haken een beetje af. Die vinden het volgens mij iets te spannend worden. Ja, dat verschil wordt inderdaad groter. En ik las dat jullie technisch manager Peter Hofstede zelfs al zei, ik achterkant heel groot dat de Graafschap dit seizoen gaat promoveren. Vind je daarvan? Ja, Peter gaat ineens hele aardige uitspraken doen. En die denkt, laat ik de druk op de training nog maar wat opvoeren. Dus, ja, voel je dat ook zo? Wel, nee, tuurlijk niet. Ik sta daar volledig achter. En hij wil dat nog eens een keer benadrukken. Nou, dat is een goed recht. En ik vind namelijk ook dat wij echt wel moeten gaan strijden voor die eerste plek. Ik wil gewoon proberen kampioen te worden. En daar moeten we vol voor gaan. Dat is echt die mindset die we met z'n allen moeten hebben. En dat vinden de spelers fijn. Rapportcijfer vanavond? Nou, een kleine 7. Kleine 7, meer niet.